Harmen Kuperus, 44 jaar. Ja, sinds kort hier keepers trainen. Nadat ik bij Go Ahead heb gewerkt, Heerenveen heb gewerkt, in België ben geweest, bij Leuven en Mechelen. Terug ben gegaan naar Nederland, daar heb ik bij Go Ahead weer 2 jaar gewerkt. En nu na een halfjaartje Fortuna uiteindelijk hier. Je bent hier nu een kleine maand. Hoe bevallen de eerste weken in Groningen? Ja, eigenlijk hartstikke goed. Ik heb prima naar mijn zin. Het is goed werken. Omstandigheden hier zijn heel goed. De faciliteiten zijn prima. En het is gewoon een hele mooie club. Nu kennen we jou persoonlijk nog niet zo goed. Wat voor persoon is Harmen Kuperus? Fanatiek. Vrij direct. Wel iemand die overal bovenop zit. En die heel graag... wil dat de keepers en de verdedigers beter gaan presteren, want daar leef ik voor. Ik vind tegenwoordig een keeperstrainer moet verantwoordelijk zijn, maar moet ook bezig zijn met verdedigers. Want die twee kun je nooit loszien. Er zijn zoveel situaties waar je elkaar kunt helpen door goede afspraken te maken. En als je dat voor elkaar hebt, dan kun je gewoon hele mooie prestaties leveren. Nu heb je voor 2,5 jaar getekend. Wat zijn doelen die jij hier wil gaan bereiken bij FC Groningen? Ja, ik wil toch kijken of de keepers natuurlijk door kunnen ontwikkelen. Misschien wel een mooie transfer. Of dat we zeggen dat we een dusdanig goede keeper hebben die een paar jaar hier absoluut aan de top van de selectie kan spelen. Dus dat er geen enkele twijfel over bestaat. Ja, wat ik al zei, daar leef ik voor. Ja, in het verleden heb jij gewerkt met Michael Verrips, geloof ik. Ja. Jay Gorter is een mooi voorbeeld, denk ik. Die heeft de Tony van Leeuwen Award gewonnen als keeper. Ja. Wat zijn dingen die jij keepers meegeeft? Waarin ben jij onderscheidend als keeperstrainer? Ik denk dat we heel veel trainen vanuit spelsituaties. En dat eerst in de keeperstraining doen, dus los van de groep. En daarna, wat ik al zei, probeer je dat te integreren en dat met spelers erbij te doen. Ja, en als je die afspraken goed kunt afstemmen en je kunt dat de hele week door betrainen, dan is er in het weekend eigenlijk geen verrassing meer en kun je tot betere prestaties komen. Nu heb je Jan de Boer, Jan Hoekstra en Peter Leeuwburg onder jouw hoede. Wat is jouw eerste indruk van dit drietal keepers bij FC Groningen? Nou, de eerste indruk is goed. Die jongens hebben stuk voor stuk talent. Ik denk ook dat ze veel beter kunnen. Ook in de samenwerking met. Dus aan mij de schone taak om daarmee aan de slag te gaan.